Dag beste kijkers. Ja, u ziet het goed. Ik ben terug en ik blijf terugkomen. Elke week met www.rtvnoord.nl. Van Dijken draaft door. De internetrubriek die bestaat uit mailen en antwoorden. U mailt en ik antwoord. De eerste is van Henk Schuiten uit Winschoten. Komt er ook weer een zomerprogrammering op zowel radio als tv Noordpietz? Ja, wat denk jij dan, Henk? Dat is toch ons succes al jarenlang op radio rondje Noord. En deze keer helemaal super. Een duo ben ik stop op. Een duo Oki Smits. En terug uit Roemenië. Voor even Janneke Vos. En ook op de televisie gaan we er flink tegen aan met Factor Noord. Zomersprogramma van onze omroep. Elke woensdag vanaf juli. Wie wordt er eigenlijk wereldkampioen, Piet? Ja, dat, die vraag had ik natuurlijk wel lang verwacht. Jojanneke Souyveer uit zuid -Horden. Jo Janneke, wie wordt je wereldkampioen? Ik zou graag tegen jou zeggen, net als iedereen, Nederland. Maar ik denk dat we het net niet gaan redden. Kwartfinale zit er nog net in, maar onze verdediging is net niet goed genoeg. Hopelijk speelt Robben wel, anders wordt het nog minder. Maar de verdediging, die twee backs. En centraal, ik weet het niet. Ik denk dat het net niet goed genoeg is om wereldkampioen te worden. Met vier toppers achterin was het gelukt. Nu wordt het Brazilië. Oh, deze is ook mooi. De straatpolitiek. Ja, ik luister er altijd naar. Iedereen is erin voorgekomen. Wilders ook. Is er eigenlijk verschil tussen Wilders en Fortuin? En nog in een eerder stadium Bolkestein? Dat vraagt Trudy Vos uit Uithuizen. Nou, Bolkestein was natuurlijk een beetje de trendsetter. Hè? Die vroeg uh, 10, 15 jaar geleden al aan de Kamer van uh, hoe dat nou eigenlijk zit met al die mensen die niet uit ons land komen. Hij zei, iedereen is welkom in Nederland, maar als ze zich als crimineel gaan gedragen, dan terug naar hun eigen land. Uh, Fortuin die was nog wat strenger en die zei het in, in nog wat uh, duidelijke bewoordingen, Zal ik, laat ik het zo maar zeggen. Ja, en Wilders is natuurlijk, ja, die is heel extreem. Die begint over de Islam en daar houdt hij niet weer over op, gooit alles op één hoop. Dus is duidelijk, duidelijk anders dan voor en helemaal duidelijk anders dan Bolkestein. Maar er is natuurlijk een overeenkomst. Komt het nog wel goed met de FC Piet? Ja, koos de haan uit u je hebt koos. Jij hoeft je nergens zorgen over te maken. De eerste topper hem wel binnen, uit Servië. Heel Europa wilde deze 22-jarige speler hebben. En wie pikt hem in? Nijland en Veldmaten. En dat is nog maar het begin. Ik heb ook vertrouwen in een nieuwe trainer, Pieter Huistra. Maar ik heb ook vertrouwen, en dat blijf ik houden, in het aankoopbeleid. Dus met de FC Groningen komt het volgend seizoen helemaal goed. Is er nog voldoende talent in de Groningen muziekwereld? Als ik soms naar jullie programma kijk, Noordclips XL, dan denk ik wel eens van niets. Dat zegt Regina Hof uit Stad. Ja, die negatieve benadering, Regina, die had ik van jou toch niet verwacht. Tuurlijk is de talent zat. Kijk nou eens naar Christian Hof. Hebben we net groot gemaakt weer in Noordclips XL. En wat te denken van Bert Hadders. Prachtige nieuwe DVD gemaakt over de Badden. Schitterende muziek. En het zijn nog maar twee voorbeelden. Talent genoeg in de Groningen muziekwereld. Maak je niet uh, zorgen. Maak je geen zorgen, moet ik zeggen. En kijk gewoon naar Noordclips. Dan zie je dat ik gelijk heb. En let ook even op Piet's keus. De laatste alweer is van Robbie Wilpstra uit Fries. Ja, geweldig seizoen. Het gaat over basketbal, over Dona. Ja, fantastisch seizoen geweest. Dona voor de derde keer in de historie. Kampioen van Nederland. Maar nu, Piet, blijft dit succes, Robbie. Maak je niet druk. Ik denk dat het komende seizoen nog beter wordt. Nog beter. De coach blijft van de Berg. Hele goede coach. Albert van der Ark blijft de inkomen doen. Of de aankoop, moet ik eigenlijk zeggen. Dus maak je niet druk. Het overgrote deel van de selectie, de toppers, blijven. En er komt ook nog versterking bij. Donar blijft donar en wordt gewoon voor de vierde keer kampioen. Ja, dat was het alweer. Ik nog even naar Twitter toe, want ik ben tegenwoordig ook op Twitter te zien. Ik heb er nog niet zoveel verstand van, maar krijg binnenkort in chatten van mijn collega's krijg ik nog een spoedcursus. Maar dan is het ook helemaal klaar en dan kunnen jullie mij dus ook vragen stellen op Twitter. Ik zit er al voorzichtig op, maar de echte details, die ga ik nog leren. Tot zover dan alweer vddd.rtvnoord.nl. Van Dijken door. Ik heb het weer heel fijn gevonden en verheug me alweer op de volgende week.